Ja, ik had gehoord dat er vijvertje er was, want ik sprak met die vrouw en die zei, wat ben je aan het doen? Ik zei, ja, ik ben de padden en de kikkers even aan het checken, heel of er eentje. Dus ze zegt, oh, wat goed, ja, die vrouw hierachter, vijvertje, dit en dat, dan kun je zo, dit en blablabla, je kent het verhaal wel. Dus gelijk een beetje info, ik zeg, bedankt dat je de verraden hebt. Ik zeg, oh, graag gedaan, dan doen we het in Nederland, verraden we iedereen als we de kans krijgen. Kleine moeite. Je weet niet wat schuift, hè. Maar ja, daar wil ik het niet over hebben. Maar ik ga ze even snel loslaten, want ik heb altijd zo weinig tijd. Ik heb tijdtekort. Weet je wat er komt? Ik heb me een keer gehaast toen ik tijd had. Nou heb ik tijd. Als ik nou, laat me zitten. In ieder geval, kijk. Hier zitten ze te wachten. Ik denk, laat ze maar. Kijk, dit is een goede plek. Zo ben je altijd heel moeilijk. Het is moeilijk kiezen, hoor. Goede plek. Zo, jongens. Kom er maar even uit. Ja, ik heb nooit zin om lang te filmen. Hé, hey, zeggen ze. Hier. Moet nog krom staan al. Hier jongens, even in het zonnetje warm worden. Hier, een mooie tuin voor jullie. Vijvertje erbij. Ach, die gaan er vandoor. Die zeggen nou. En je kunt zien, die zaten al heel lang in die put. En ik heb weer twee nieuwe putten ontdekt. Dus ja, voor mijn collectie is dat natuurlijk wel vermoeiend. Dus beestenboertje Zutphen, dieren in nood, help ze uit de boot. 6 mei, dierenbevrijdingsdag, vergeet het niet, kijk in de put. In de put, uit de put. En binnenkort hebben we de poppen aan het dansen, hè. De poppen aan het dansen. Ja, de poppen aan het dansen.